Ik ben Diede Bal en ik ben gespecialiseerd kinderfysiotherapeut in het Juliana Kinderziekenhuis. Loopt uw kind op de tenen? Als kinderen net beginnen met lopen is dat heel normaal. Veel kinderen zetten hun hak niet op de grond. Zij landen op hun voorvoeten en tenen. Vaak lopen kinderen na een aantal maanden op de hele voet. Sommige kinderen blijven op hun tenen lopen, bijvoorbeeld omdat het een gewoonte is geworden. Deze kinderen kunnen wel plat op de voet staan. De afwijking komt dus niet door een probleem met de botten, pezen of spieren. Meestal verdwijnt het tenenlopen alsnog vanzelf. Soms kan een kinderfysiotherapeut de kinderen helpen om normaal te leren lopen. Het kan ook zijn dat het kind een tekorte kuitspier heeft. Dan kunnen de kinderen niet met de hele voet plat op de grond staan. Soms moeten de spieren dan worden opgerekt. Dit gebeurt tijdens de behandeling van de kinderfysiotherapeut of kinderorthopeed. U hoeft zich geen zorgen te maken als uw kind wel met de hele voet plat op de grond kan staan. Als het kind het grootste deel van de tijd op de hele voet staat en loopt. En als uw kind geen pijn heeft aan de voet of het onderbeen. U kunt erover nadenken naar de huisarts te gaan als uw kind niet met de hele voet plat op de grond kan staan of lopen. Als uw kind nog steeds op de tenen loopt als het 8 jaar of ouder is. En als uw kind pijn heeft aan de voeten of het onderbeen. Twijfelt u na deze uitleg over de stand van de benen van het kind? Uw huisarts kan goed inschatten of het nodig is om een gespecialiseerd fysiotherapeut of orthopedisch chirurg in het Juliana Kinderziekenhuis te bezoeken.